Ieders verandert van een sociale werkvoorziening in een werkleerbedrijf. De kerntaak van Ieders is en blijft het aanbieden van een veilige werkomgeving aan mensen met een arbeidsbeperking. Om de deelnemers een passender aanbod te bieden is meer variatie in werk nodig. Dat houdt hen gemotiveerd en voorkomt uitval. Volgens wethouder Carine Bloemhof heeft Ieders de beweging al ingezet naar een bedrijf gericht op leren en ontwikkelen. Bij Ieders zitten nu al nieuwe doelgroepen, bijvoorbeeld andere mensen in de bijstand, mensen met een GGZ-achtergrond. Mensen die een nieuwe kans zoeken, die krijgen daar werkervaring, kunnen een stukje opleiding doen waarmee ze een diploma behalen. En hopelijk dan via ons zogeheten instroomportaal, zoals we dat noemen, kunnen doorstromen naar een baan in het bedrijfsleven. Ieders verwacht de komende periode jaarlijks ruim 500 plekken te realiseren. Op dit moment bieden we mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben een baan, bijvoorbeeld een basisbaan of met beschut werk. En wat we natuurlijk hopen is dat een aantal mensen, juist dat ze een stukje ervaring kunnen opdoen in een beschermde setting, ook daarna de stap kunnen maken naar het bedrijfsleven. De wijzigingen zijn een gevolg van de participatiewet. Met het bedrijfsleven zijn afspraken gemaakt over arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In Groningen kan ik zeggen, voor de regio Groningen, dat we met het bedrijfsleven duidelijke afspraken hebben gemaakt. En dat we daar ook het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking hebben gerealiseerd. En dat we daar ook de komende jaren mee door willen gaan. Wat ik natuurlijk wel moet vermelden is dat we op dit moment in een coronacrisis zitten. Waar natuurlijk heel veel werk onzeker is. En dat we daar ook de komende jaren goed naar moeten kijken hoe we toch werk kunnen blijven bieden. Juist voor mensen die dit steuntje van de overheid nodig hebben.